Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door Shubi Reizen, Kapsalon De Look en AV Oost, uw partner in audiovisueel. Leuk dat je kijkt naar Excelsior 31 TV. Excelsior 31 speelt vanavond een oefenwedstrijd tegen Dato Twenterand uit Friesenveen. Ga nu kijken naar de samenvatting. Deze samenvatting wordt u aangeboden door Jan Lichtenberg Hypotheken en alle verzekeringen. Maar het lijkt erop dat Dato toch kiest voor een iets minder voetballende opstelling vandaag. Met 5 verdedigers achterop. Het zal dan voor Excelsior extra lastig zijn om daar af en toe doorheen te komen. Dit is een goede voorzet. Penteman kan er alleen net niet bij. Het idee was toch goed van Thomas. Dit is een hele grote kans. Jansen, we noteren hem. De eerste echte serieuze kans. Maar Van Zaltbommel is niet van plan om hier een doelpunt door te laten van zijn oude teamgenoten. Dato, dit is een kans om uit te halen. Goed schot zeg. Zo, Westerlink, die denkt ik heb hem maar eens even voor mijn linker liggen. Eens eventjes kijken of die oud teamgenoot Zaltbommel nog een beetje kan duiken. Thomas is er nu wel langs. Geeft hem voor, buitenkantje rechts. Dia Sensatie maait over de bal heen. Dan nog Dix. En daar, wat een grote kans toch weer hè. Hielke Penteman krijgt ook zijn nop niet er tegenaan. En we noteren weer een kans voor Excelsior 31. Dat is een goed schot van Reinders. Daar gaat Thomas gaat weg. Esaf Safi gevonden. Esaf Safi heeft hem voor zijn rechter. Die kan een keer gaan uithalen. Ja, de doelman brengt weer redding. Swiers is er langs. In het strafschopgebied wordt geschreeuwd. Geef hem voor, Mirko. Geef hem voor. Jasper Veldkamp. Probeert hem voor te trekken, kan er niet bij. Swiers nog een keer op de 16 terugleggen. En daar het schot van Krijns. Die stond daar nog. Jasper Veldkamp. Balletje op Reinders. Ah, lekker. Dit balletje op Bruining. Wat doet hij ermee? Ziet hij de vrije man? Nee, hij ziet niet de vrije man, want het was Esaf Safi die hem vraagt. Kevin Amman. Kan de bal aannemen, ja. In die draai schiet hij hem goed in met links en is het Koets hier. En Dato nu voor het eerst sinds tijden op de helft van Excelsior 31. Daar kan een goede voorzet komen op een fysieke, ja zo. Op een fysieke spits inderdaad en dat was in dit geval Jansen. Maar een geweldige reflex van Melvin Koetsier die Excelsior 31 hier op de nul houdt. Dato kan er nu uit. Via de snelheid van Ter Avest. Die kijkt. Weer een hoge voorzet misschien. Dat is in het geval van Dato niet zo gek. En daar. Op de lat gekopt. Het is weer Jansen. Die helemaal vrij staat. En die goed kan koppen. Die komt onbedoeld bij Jasper Veldkamp uit. Gaat aan alles en iedereen voorbij. En ten nauwe nood haalt Kram die bal weg. Oh, Krijns gaat daar enorm in de fout. En daar kan Kevin Amman weg. En die laat deze kans natuurlijk niet liggen. Het is 1-0 voor Dato. En de doelpunt te maken is Kevin Amman. Ex-Excelsior 31 scoort hier tegen zijn oude club. Na een geweldige fout van Krijns gaat hier echt in de fout. Koetsier komt uit, maar is gezien. Amman maakt het goed af. 1-0 voor Dato Twenterand en driemaal is scheepsrecht. Naast toch op zoek naar die gelijkmaker. Veldkamp nu. Ja, Esaf Safi. Voorzet, goed. Smit, de kleinste van het veld bijna.
kopt hem in de handen van een veldwachter. Misschien wat meer die Leemhuis de bal geven. Dat lijkt mij typisch zo'n spelletje die wel weer, kijk zoals nu, weer een mannetje kan vrijspelen. Excelsior nu, Penteman, nu! Ah! Hij kreeg de bal niet echt lekker zoals hij hem zou willen hebben. Hier nog een kans voor Deto. De bos ingeschoten door Slot. De scheidsrechter vindt het genoeg. Excelsior 31 verliest hier van Deto Twenterand. Het is de tweede nederlaag voor de club uit Rijssen in deze oefencampagne. Deze samenvatting werd aangeboden door Jan Lichtenberg, hypotheken en alle verzekeringen. Nee, het is lekker om weer te voetballen. Inderdaad, zware blessure, niet gescheurd. Eigenlijk niet echt verwacht dat ik überhaupt nog weer een beetje op niveau zou kunnen voetballen. Maar het gaat zo goed dat ik gewoon aan het begin van het seizoen weer volle bak mee kon trainen. En nu weer kan spelen, eigenlijk zonder pijn. Dus dat is wel best wel uniek, denk ik. En daar ben ik heel blij mee, want ik vind het nog steeds een heel leuk spelletje. Ben je tevreden over het resultaat van jouw ploeg vandaag? Ja, ik denk dat het zeer goed resultaat is tegen een goede ploeg. Excelsior, een goede ploeg in de buurt. Dus ik denk zeer goed gevoetbald vandaag. Goed compact. 1-0 goed vastgehouden. Dus ja, zeer blij met het resultaat. Ja, ik weet het. Je hebt, na afgelopen wedstrijd heb je denk ik wel, hadden we volgens mij als team wel een goed gevoel. Ook, met name over het spel, over de druk zetten, over het verdedigende gedeelte. En nou ja, ik denk dat vandaag bij Vlagen er ook wel weer uitkwam. Alleen ja, weet je, dan heb je net een paar kleine momentjes dat je net een balletje weggeeft. En ja, Deto deed dat goed. Creëerde een paar goede kansen. Ik denk 300-400% kansen en eentje prikken ze erin. En dan zie je zoals vandaag dat je met net iets minder spel dat je ook gewoon kunt verliezen. Vandaar dat deze wedstrijd ook hartstikke goed was, want het was echt een wedstrijd. Hè? Het was niet zomaar even een oefenpotje. Dus daar kunnen wij weer mee verder. Dus ik ben er hartstikke blij mee. Bedankt voor het kijken naar deze samenvatting. Aanstaande zaterdag speelt Excelsior 31 een toernooitje in Genemuiden, samen met Roda Raalte en Sportclub Genemuiden. Excelsior 31 TV is daar live bij. Vergeet u vooral niet te abonneren op ons YouTube-account om op de hoogte te blijven van de samenvattingen, interviews en vooral de livestreams. Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door Shubi Reizen, Kapsalon De Look en AV Oost, uw partner in audiovisueel.